Beer, please. En jongelui, dit is de Douglas DC-3. Een vliegtuig dat veel lijkt op de DC-2. Maar toch zijn er verschillen. Als je maar eens goed oplet. Kijk maar eens naar de staart. De roeren zijn anders ingebouwd en het kielvlak loopt niet zomaar op de romp uit. Maar gaat geleidelijk over in een vin die zich over de rug van het vliegtuig voortzet. Ook de vorm van de vleugels is anders dan bij de DC-2. De Douglas DC-3... heeft twee motoren van ieder 1000 pk en deze geven de machine een snelheid van ongeveer 300 km per uur. Het benzineverbruik der KLM vliegtuigen, dames en heren, is voor een autobezitter om van te schrikken. Des zomers gebruiken wij een goede 30.000 liter benzine per dag. De benzine
voor mijn sigarenaansteker dan nog niet eens meegerekend. En dit is hangar D, bijna 4000 vierkante meter groot. Kijk jongens, daar komt Malmö aan. Dames en heren, u zult zien landen een Douglas DC-2 der KLM. Dit vliegtuig komt uit Malmö. Malmö, dat bestaat niet.
Het toestel uit Parijs is vertrokken naar Schiphol. Het toestel uit Berlijn is vertrokken naar Schiphol. De machine uit Stockholm is vertrokken. Het toestel uit Napels is vertrokken naar Schiphol. Nee, moet op dezelfde hoogte blijven. Uitgaand vliegtuig Liverpool stijgt nog in de wolken. Ja? De vooruitzichten zijn niet zo fraai. Het warmfront over de Noordzee bereikt ons waarschijnlijk tegen de middag. Het is wel geoccludeerd en we kunnen rekenen op hoognevelbuildoen. Het zicht loopt daarbij aan de grond nog terug. Waarschijnlijk tot onder 500 meter. Verder kunnen we rekenen op wolken op 50 tot 100 meter met veel kans op regen. Dan moet ik mijn kletjes binnenhalen. De Londenmachine zit al in de mist. Vraagt koers en positie. Koers 75 graden. Positie 50 kilometer zuidwest van Noordwijk. De meteorologische dienst zegt dat het zicht nog slechter wordt.
vraag hoe ver we nog van Schiphol zitten. Koers 65 graden, afstand 30 kilometer. Vraag Schiphol of we op het radiobaken kunnen landen. Leg jij je kleedjes morgen maar weer neer, hoor. Hallo, hallo. Het India-vliegtuig gaat vertrekken. Passagiers voor Athene, Baghdad, Karachi, Rangoon, Batavia worden verzocht zich naar het vliegtuig te begeven. Passagiers voor Batavia. Over Rangoon naar Batavia in 5 dagen. Het is bij de kanijnen af. Thank you.
Thank you.